De zenuwcellen of neuronen van onze hersenen en ons zenuwstelsel. Bij onze geboorte zijn ze er allemaal al en hun ontwikkeling stopt na verloop van een jaar. Het zijn de enige cellen van het menselijk lichaam die zich niet vernieuwen. Hun vertakkingen blijven zich echter uitbreiden. Er gaan 100.000 neuronen in een speldenknop. En hun aantal combinatiemogelijkheden is een getal met vele duizenden nullen. Wil je het uitrekenen? Hun taak? De buitenwereld waarnemen en ons er vat op geven. Ze organiseren, harmoniseren en coördineren de innerlijke wereld van ons menselijk lichaam. Het binnenste van een zenuwcel, waar gewerkt wordt. Vertel eens, is er nog nieuws van buiten? Kom op, geef het maar door. Is er nog nieuws van buiten? Zeg dan nog iets belangrijks. Dat stof is vervelend, beetje buiten adem, maar een kleinigheidje niet. Oh, vermoeidheid. Wat? Wat? Mooi. Doorgeven. Zijn er alweer inlichtingen? 47 meldt ons dat hij al dat stof vervelend vindt, chef. Nou, wat doen we? Doorgeven dat het beste verdragen is, dat het heus wel went. 8033 meldt een beetje buiten adem zijn, chef. Wat wil je? Dat is heel normaal als je rent. Momentje, daar ben ik het niet mee eens. Hier is een mededeling van de keels. Is helemaal droog. Gaat het gebabbel nog lang duren? Oh, kijk, de voethuid laat weten dat de veters van de schoenen knellen. Dat is dan jammer. En ik heb de kriebels in mijn kuiten. We kunnen wat speeksel vragen voor de keel. Of een hoesje om het los te maken. Ik geloof niet dat het echt nodig is. Jawel, daar ben ik voor. Jawel, ik ben ervoor. Beslis nou eens, we schieten wortel. We vragen hem te vertragen. Gewoon slikken, dan is het over. Als die jongelui niet op zichzelf passen, kunnen wij ook niets doen, nietwaar? Ja, luister eens eventjes. We leveren hier geen kritiek, maar coördineren, hè? Jawel, maar ja, ik mag toch mijn mening hebben. Voor mijn mening uitkomen ze. Je kunt niet zeggen dat ze snel zijn. En wij moeten straks de verloren tijd weer inhalen. Luister. Wat? Onze cel ontvangt doorlopend vanuit het hele lichaam zo'n 30.000 te behandelen berichten. En op deze manier komen we er nooit uit.
Jullie stellen een hoesje voor om schoon te maken. Laten we daarover stemmen. De voorstanders zijn in de meerderheid. Ik stel voor een kleine versnelling van het hart. Volgens mij is dat de enige oplossing. Ik verzoek nog een keer om het aantal stemmen te tellen die voor mijn voorstel zijn. De voorstanders hebben weer de meerderheid. Dan roepen we de hoestreflex op en de versnelling van het hartritme. Uitvoeren. Goed, dat werd dus tijd. Nu ons probleem is opgelost, vraag ik jullie aandacht voor het feit dat tussen binnenkomst en uitgaan van een mededeling wij de kennis moeten kunnen vinden, het geheugen en de gevoeligheid die ons en ons grote geheel de hersenen tot eer strekken, heren. En ik begrijp niet dat wie dan ook dat kan ontkennen. Door onze snelle boodschappers overgebracht gaan de inlichtingen van cel tot cel. Oh. Goed, je weet de weg, neem ik aan, niet? Natuurlijk. Ik ga naar de Sympathicus. En dan is het hun probleem. Een probleem? Om een wissel te vinden. Een wissel? Tot aan het hart. En jij, weet jij waar je naartoe gaat? Oh ja, zeker. Uiteraard weet ik waar ik heen ga. Dat is een stomme vraag. Luister, slimmerik. Mag ik je op het volgende wijzen? Jij boft maar weer. De hoest is een reflex. Dus jij kunt de kortste weg nemen. De kortste weg, ja, ja. De kortste weg. Je hebt toch geleerd dat hoesten een reflex is? Je hebt dus het recht om rechtstreeks naar de commandocentra te gaan en niet eerst langs de hersenen. Je gaat op het kruispunt rechts en neemt de reflexboog. De reflexboog? Ja, natuurlijk. Niet te geloven, die jonge lui van tegenwoordig denken niet meer na. Het enige wat ze kunnen is rennen. Rennen, rennen, alsof er in het leven niets anders is dan dat. Ze zijn gek. Dit is geen leven. Moordenaars! De belangrijkste heeft voorrang. Kijk er eens aan, zijn we niet een beetje laat? Spijt me, chef. Het is niet mijn schuld. Ze waren opeens overal, voor me, achter me, links en rechts. Boven, onder. Nou, ik was omsingeld, omgeven en verpletterd. Oh, het was vreselijk, hoor. Heel, heel erg. Kom maar hier, ja. Dat gaat heel goed. Er is hier een gek die weigert te wisselen. Neem maatregelen om in te grijpen. Zenuwboodschappen naar de middenrifspier en de borstspier om de hoest op te roepen. Vooruit. Ziezo. Opdracht uitgevoerd. Dat heeft niet veel tijd gekost. Amper 100ste seconde vanaf dat ik vertrok. Maar het was best geinig. Attentie, niet dringen. Vergeet niet dat elk van jullie een unieke sleutel is die slechts op één slot past. Oh.
Je moet niet zo dringen. Wat een opvoeding. Laat me dan. Dit is een cirkel. En ik nou, waar moet ik nou heen? Kijk nou toch, het wordt weer een heksenketel. Nou ja, zolang ze de inlichtingen doorgeven. Hier is een boodschap voor jou, kleintje. Alsjeblieft. Dank u. Oh, dank u, meneer. Stop, kalm aan maar. Die daar, jongens, die is van mij. Ik ga over de reflexbaan. Dat is mijn weg. Hé, hey daar. Zo ga ik ook. Ik ga over de reflexbaan. Ja, ik weet het. Ik ben erg laat. De laatste zullen de eerste zijn. Dat is mijn devies. Weet je waar je heen moet? Ik ken het uit mijn hoofd. Afsteken via de reflexbaan. Direct naar het ruggenmerg. Bevel om te hoesten. De impuls doorgeven aan de middenrifspieren. Onmiddellijk uitvoeren. Attentie, wij accepteren hier slechts de acetylcholine. Niemand anders. Bevel om indringers te onderscheppen. Nee, nee, jij niet. Jij moet die kant op. Laat me erdoor. Ik moet ook mijn werk doen, net als de anderen. Attentie, middenrifspieren, klaar om te hoesten. Hoesten! Hallo, we boffen, want er is weinig te vervoeren vandaag. Ja, toch, hè? Snap jij waarom ik niet blij ben, mannetje? Het is zwaar, hè? Het is toch zuurstof dat we vervoeren, maar waarom haal ik dan zo moeilijk adem?
Ja, er zit vermoeidheid in de lucht. Ze hadden iets moeten doen daarboven. Ik begrijp er niks van. Waar zijn ze mee bezig? We moeten tot een besluit komen, heren. Maar wat is er toch? Is er wat aan de hand? Hè? Al dat rennen is vermoeiend. We moeten de zuurstofcapaciteit opvoeren. Daarvoor moeten we het hart versnellen en de ademhaling. Maar zeg eens, de bevelen zijn verstuurd, niet? Jazeker, ja, baas. Ja. Vooruit, ga eens na waar het oponthoud zit. Je mag er niet door. Ik zeg je dat ik een boodschap voor het hart heb. En ik zeg je dat je niet naar het hart gaat. Het hart heeft zijn eigen zenuwstelsel en de bevelen moeten langs de sympathicus gaan. Maar ik zeg jullie toch de... Niet twisten alsjeblieft en ga rechtstreeks door naar het merg. Borsthoogte, begrepen? Hey. Er is een boodschap voor de zenuwcellen via de sympathicus. Verhoog het ritme van het hart en ga van 85 naar 110 slagen per minuut. Daar gaat hij. Hé zeg, treuzelaars, opschieten. Tempo, tempo, tempo. Langzaam verkeer op de rechterweghelft. Dat zijn de verkeersregels, waar of niet? Dat is beter, hè? Ik weet iets heel lolligs. Dat doet pijn. Oh, dat doet pijn. We moeten de pijnboodschappers versturen. Absolute voorrang. Kijk uit, de rode zenuwenleiers!
is de pijn, chef. De boodschappers van de pijn, die kunnen niet wachten. Wacht eens eventjes, zeg. Nee, geen tijd, een spoedgeval. Pieter! En ik dacht ach, zo... ja, dat doet pijn. Het scheenbeen is erg gevoelig, dat is waar. Maar al te veel pijn is onnodig. Laat dat wat temperen. Het is een streek van de hersencellen. Ze laten ons werk niet doen. Maar wij hebben ook rechten, wij motorrijders. Vertraging op Deltaweg. File vorming in de merkschede. Wij hebben niets gedaan, ho. Wij hebben helemaal niets gedaan. Oh. Het gaat wel weer. Het is goed om eventjes uit te rusten. Ja, het is goed om even uit te rusten. Hoi! Dat vind ik ook. Ja, het is heel goed. Misschien verbaast het jullie, maar weet dan dat wij door het lichaam bewegen met de snelheid van een Formule 1 racewagen. En met onze grootte, zie je dat voor je? Kijk, het merendeel van onze reis wordt afgelegd in 100ste van een seconde. Dat is niet slecht, hè? Nou, dan wil je soms wel eens eventjes uitrusten. Nee, jij niet. Vooruit, snel aan het werk. Vooruit. Huh? Niet iedereen mag zomaar uitrusten. Ja, want het zenuwstelsel, weten jullie, dat rust nooit. Het heeft altijd wat te doen. Voelen, zien, luisteren. In één woord, de buitenwereld waarnemen en dan de informatie analyseren. En natuurlijk het lichaam op de beste manier laten reageren. Of anders op de meest intelligente manier. Hier, kijk maar. Bravo! 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 Als je nou een 1 voor de 9 zet, is hij weer goed. Bravo! Bravo! Ja, ja! Bravo! Bravo! Met genoegen laat ik jullie zien dat je nog veel meer kunt doen. Hé? Zeefkoppen! Met de hersenen kun je dit bedenken. En dit. En dit? Nou ja, goed. Iedereen kan zich vergissen. En verder een gordel van zonnecellen? Huh? Ja. En dat is nog maar een klein deel van wat men kan doen. Oh. Huh? En ook? En ook?
De neuronen van de hersenen. Commandocentrum van ons gedrag en onze gewaarwordingen. Jazeker. Maar dromen, gevoelens, creativiteit, persoonlijkheid, zou dat alleen maar het product van de chemie zijn? Van de verbranding door die neuronen, van glucose en van aminozuren? Die vraag blijft nog onbeantwoord. Is het niet buitengewoon wat de neuronen doen, wat de hersenen doen? Zeg eens, jullie hebben hersenen. Bedenk wat je daarmee doen kunt, het goede en het kwade. Denk eraan, kinderen. Denk eraan. Denk eraan.